You should move to LA with your best friend. Hi guys, leuk jullie kijken naar een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag woensdag. Ik heb er een hele dag op zitten. Het is inmiddels 6 uur. En ik neem nu afscheid van Moni, want ik ga nu Nancy ophalen. En dan gaan we richting het vliegveld. Dit is trouwens mijn airport fit. En kijk, mijn nieuwe bag. Ik weet niet of ik deze al had gevlogd, ik hem aan had. Jawel, ik had een unboxing gevlogd. Lekker comfy. Daarover doe ik de LA Sisters zipper hoodie. Die ligt al in de auto. En ja, we're ready for Bali. Toch, mon bonbon. I'm gonna miss you, Moni. I'm gonna miss you so much, Moni. Moni. Gaan facetimen, hè? Alright guys, we zijn aangekomen in de Premium Lounge. Het ging weer heel snel. We moeten natuurlijk zo'n pasje hebben. En zo cute. Toen we aan het inchecken waren, toen zei het meisje, volgens mij is het Alicia, van zo leuk, ik heb het echt gezien, ik kijk dat je vlogt. En ze had nog de rhinestone bracelet om. Is zo cute, echt leuk om jullie een keer in het echt te zien. Heel lief meisje ook. We gaan nu eventjes lekker eten. En daarna gaan we richting de gate. Het is nu 7 uur en we vliegen om 9 uur. Dus we got some time. We zitten even aan het eten. Nancy zei hi to the vlog. Je hebt ze nog niet gezien. Zijn we ready voor Bali? Zeker. Ja, we zijn aan het facetimen met Mon Bon Bon. Met Moni. Hoi pap. Guys, we made it. Say hi Nan. We zitten in het vliegtuig. Wel lekker zo. Ja toch? We gaan lekker liggen. I'm tired, super tired. Heel slecht geslapen vandaag. Heel moe. Ja, ik heb niet slecht geslapen, maar ik heb er heel veel gedaan vandaag. Dus nu eindelijk relaxen, 17 uur lang. Jongen. Ready for this VK. Ja. Ik zit op de heenweg bij het raam bij Nancy op de terugweg. Eerlijk verdeeld. Are you ready? Ja. Yeah. Wel een beetje spannend of zo lang vliegen, maar ik heb sinds tijden niet zo lang gevlogen. Langs de vlucht is altijd alleen, maar ik ben wel eens eerder naar Bali geweest, maar toen was ik echt nog jong. Dus de route toen wij naar Ding gingen, Tokio, ja, hoe lang was Tokio? Was volgens mij 12, dus besef dan is dit nu nog 5 langer. Dit is heel lang. Maar maakt niet uit. Terugweg is helemaal lang, guys. Het is gewoon 19 uur. We hebben wel rechtstreeks. We moeten alleen tanken volgens mij in Singapore. Yeah. Dus. Maar het komt helemaal goed. Komt goed. Ik ga oud lijken light zo hoor. Maar ik ga ook proberen Amber over te halen om Uno met mij te spelen. Ja, ik wil het wel spelen, misschien maar even. Ik weet niet hoe het moet. Dus je moet me leren. Dat komt goed. Ook film je helemaal niet goed. Zie je? Het gaat wel fout. Ik heb trouwens mijn lashes gedaan. Gisteren en mijn nagels. Nagels Universal Nails lashes bij Royal Seduce. Ik zal die link in de beschrijving. Kijk hoe mooi ze het heeft gedaan. The wing is back, guys. Doei. Dan gaan we even cheersen voor de vlog. Op wat cheersen we? Op een hele leuke vakantie. Lekker veel genieten. Lekker veel massages doen. Lekker makkamakken. En heel wat is makken? Eten. Oh, lekker eten. Lekker eten en veel nieuwe dingen proberen. Ja, en just live life. Genieten. Cheers to good life. Oh. We zijn opgestegen. We zitten in de lucht. Volgens mij krijgen we zo weer eten. Ik ken dit menu nog niet, dus ik ben benieuwd wat lekker is. Ik vraag altijd dan aan de stewardessen of de stewards hier wat lekker is. So I'm very curious. Ik twijfel of het rookbaars, maar ik heb nooit gegeten wie het lekker is. Of we shall see. We gaan lekker eten. Eten makkelijk. Oh, we zijn blurry. Oh ja. Hoe laat is het nu volgens mij? Het is 10:30. Het is 10:30. Mijn stoel. 10:30. We gaan nu lekker nog een keer avond eten. Ik moet terug naar mijn stoel. We gaan nog een keer avond eten. Ik ga jullie even mijn meal laten zien. Ik heb broccoli. Broccoli? Nee, dat is niet dit. Dit is je voorgerecht. Oh! Ja. Oké. Okay. Nou, voorgerecht, jongens. Nou, eet smakelijk, Nen. We zijn nu in Singapore. Je moet dus blijkbaar een mondkapje op voordat je in het vliegtuig weer gaat naar Bali. Het was letterlijk hetzelfde vliegtuig. Ze moesten hem alleen schoonmaken. Dus we moesten eruit en nu mogen we er weer in. Wauw, ik heb zo lang geen mondkap opgedaan. Ik heb het niet gemist.
Ik heb het ook zeker niet gemist. We moeten nog 1,5 uur vliegen. En we hebben beide lekker ravioli. En met pesto en citroen. Het ziet er heel lekker uit. Echt. Kijk of hij lekker is. We made it to Bali, Nancy. Cute. We made it. Nancy die heeft een driver geregeld. Een van haar vrienden die kent deze driver al jaren. Dus die komt ons ophalen en gaat ons driven de rest van de week, toch? Ja, dat is wel chill. En hij gaat ook alles regelen. Ja, dus als het goed is, is er een grote sign met Nancy ergens. Dus we gaan even kijken. We gaan even kijken of we hem kunnen vinden, die sign, hè? Ja, super. Nou, dat is hem. We see the sign. We see the sign in the yellow shirt. Ah, ik zie nu al dat het een lieve man is. Ja, echt hè? Dat zie ik echt. Yay, de Nancy sign. It's blurry. Yay. First things first, ik ben geland. Ik zie een McDonald's. Ik heb trek erin. Dus we gaan even snel een burger halen. Het is nu trouwens 10:15. En mijn camera is op, zie ik. Dus ik ga gelijk laden, zodat ik morgen voor jullie kan filmen. It looks nice, right? Nou, we zijn aangekomen. Het ziet er goed uit. Ik ben heel benieuwd. Alright guys, we zijn gezetteld. Het is inmiddels 11:30. En ik ga jullie gelijk even een villa tour geven. Dan hebben jullie dat gezien. En dan komt morgen de eerste Bali dag. Nou, je komt hier binnen. Dan heb je hier een lekker zithoekje. Waar je kan chillen. Het is trouwens echt super warm nog. Ik weet niet hoeveel graden, maar I'm sweating in my tracksuit. Dan is dit de huiskamer. En dit kan je dus helemaal open schuiven. Dan kan je hier lekker overdag lekker chillen. Alles is trouwens brand new. We hebben deze gewoon gevonden op booking.com. En it's really pretty. Ik doe even de deur dicht. Zo. Want hier is airconditioning binnen. Nou, dan heb je hier dus de main bathroom. Ook of course helemaal nieuw. Echt zo pretty hier. Een bad, een douche. Zo ziet het eruit. Dan heb je hier een toilet. Dan heb je hier me. I look crazy. Kijk hoe mooi het er allemaal uitziet. Er zit wel een bar naast, dus ik hoor wel muziek. Het is wel goede muziek, hoor ik. Old school jams, maar het stopt om 1 uur. Maar volgens mij in onze slaapkamer hoor je het niet zo erg. Ga je hier met de trap naar boven. Oh. Wacht, ik ga jullie eerst het zwembad even goed laten zien. Het is ook best wel groot. Hier komt light vandaan. Pretty, hè? Veel nature. Nou, dan gaan we hier naar boven. Het ziet er ook echt schoon uit. Ik heb nog geen beestjes gezien. Let's keep it that way. Daar moeten we goed alle ramen sluiten. Hier weer een mooie plant. Heb je hier een soort van inloopkast. Hier zitten al onze baggage, bagage. Nou, hier kijk je dus zo in de badkamer. Vanaf hier. En heb je hier nog wel op de eerste verdieping heb je dus nog wel een toilet. Dat is wel handig. Kijken. Heb je hier nog meer kastruimte. Heb je hier onze slaapkamer. Ook airco. Dat ziet er helemaal goed uit. TV. En dan heb je hier nog een klein balkonnetje. Oh, even kijken hoe het open moet. Oh zo. Even een balkonnetje. Echt guys, ik ben zo happy. Ik was echt de laatste tijd oververmoeid. Dus ik ga hier veel lezen, yoga doen, veel zonnen. Ik hoop dat het weather mee zit. En dan ga ik gewoon lekker genieten. Ik ben in ieder geval blij dat onze villa er heel mooi uitziet. En dan zie ik jullie morgen, guys. Ik ga nu lekker douchen. Good morning, guys. We waren al 6 uur wakker vanochtend. Het is nu 7:30. We hebben lekker ontbijtje besteld. Nancy heeft pancakes.
En ik heb mie-goreng. Ik dacht, we gaan het gelijk goed doen. As a breakfast. Dus lekker. Lekker cappuccinootje erbij en een shakey. Ja, toch? Heel cute. En volgens mij heeft het vanochtend even geregend. En nu is het helemaal gestopt. Het is wel nog een beetje bewolkt. Dus ik hoop dat de zon gaat schijnen. Maar het is nog redelijk vroeg. Dus ik heb er alle hoop in. Het is echt warm trouwens, hè? Wauw. I love it. Ik heb trouwens vanochtend allemaal vlog geëdit. Dus die gaat vanavond online. Woe. Dus, guys, ik ben ondertussen even mijn vlog nakijken voordat ik hem zo ga uploaden. Het is nu een beetje gaan regenen. Nancy is zich alvast aan het klaarmaken. We hebben dus geen idee wat we moeten aandoen. Ik heb ook echt deze keer wat in mijn koffer gezet. Maar ja, we wilden eigenlijk naar het strand gaan. But it's raining, guys. Echt, hier had ik echt geen zin in. Maar we'll make the best of it. We gaan misschien gewoon lekker naar het strand. Ik neem gewoon lekker een boek mee, lekker lezen. En lekker relaxen. Rond 5 of zo of 6 is het ochtend in Nederland, dus dan moet ik sowieso werken. Dus ik neem mijn mobiel mee. Deze mobiel bedoel ik dan om gewoon ook nog wat werk te doen. Oké, ik maak het even snel af. Ik heb mijn sieraad klaargemaakt. Ik heb toch wel even make-up opgedaan. Het is wel gestopt met regenen, maar niet echt zon. Dus we hebben besloten om naar een art gallery te gaan in Semagnac. En daarna gaan we naar een spa. Lekker een voetmassage denk ik doen. En even wat lunchen. Ik heb alweer honger. Het is nu inmiddels 11:15. De driver komt zo. Onze driver is trouwens echt super aardig. Echt een hippe jongen. En super lief. Grappig. Dus ik ben blij dat we in ieder geval een leuk, gezellige driver hebben. Ik ben nog bezig met mijn vlog aan het uploaden. Het internet, het is snel, maar hij doet een beetje traag. Dit is de planning of the day. Ik ga jullie even mijn outfit of the day laten zien. Ik heb deze toepies aan van Skims. Ik heb ook een bralette bij, maar ik heb hem dus met een lange top gedragen. Dat is van Balenciaga. En deze sneakers van Dior. Het is een easy fit. We gaan nu de deur uit. We hebben dit onderweg gevonden, Good Burrito. Dus we gaan even een bol of een burrito eten. Voor een quick ding. Yes. 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 Mag ik je wegduiken? Een beetje. Wat doe je nou nu? Wat doe je nou? Nee. Ja, alleen gaan we lekker een massage doen. Ik begin nu een beetje moe te worden. Het is nu 1:00 en ik was 6:00 wakker. Dus we zijn best al een tijdje wakker. Dus ik ben een beetje. Ik kan wel een napje gebruiken, maar. Misschien zo'n dus lekker een massage dat je al zo'n beetje slaapt. Ja, exactly. We zijn nu in een art gallery aan het kijken. Ik vind het altijd leuk, want ik mis nog een paar leuke pieces voor in mijn huis. Vind ik wat inspiration op doen. Misschien zie ik wat leuks. Ik weet dat ze altijd wel shippen naar Nederland. Sowieso. Misschien zie ik iets leuks. Vind je met die glitters mooi? Ik weet wel dat toen ik hier was met mijn ouders, echt 14 jaar geleden, hebben we ook dingen voor ons huis gekocht. Of niet, mijn ouders hun huis. We zijn net bij deze art gallery geweest, helaas niks leuks gevonden, maar ze hebben hier ook een cafeetje, dus we gaan nu eventjes een koffietje drinken. En dan gaan we nog naar die art gallery en daarna gaan we lekker naar de spa. We worden nu bijna geholpen. We hebben lekker 90 minuten voetmassage en een beetje hoofd en nek. En ik weet niet, ik zeg net tegen hen, ik voel me altijd een beetje schuldig als onze driver dan moet wachten, hij is zo lief. Dus ik vroeg ook, wil je ook? Maar ze willen natuurlijk niet. Nee. En ook met elk etentje zeggen, wil je iets? En hij wil nooit wat. Maar dan, ik weet niet, ik voel me gewoon schuldig. Maar je moet je natuurlijk niet schuldig voelen, want I don't know. Thank you. Ja, man. Tiramakasi. Ik heb zo schattig. Ja, heel cute. Dus ja, ik weet niet, ik voel me dan een beetje schuldig. Maar dat moet natuurlijk helemaal niet. Maar nu gaan we lekker genieten. Kijk
kijken hoe leuk dit eruit ziet, guys. Is nu inmiddels, hoe laat is het? 5:30. Nancy heeft een request. Ze wilde heel graag met Sunrise dolfijnen kijken. Ja, dat leek me echt fantastisch. Ja, dus onze driver die heeft al eerder gedaan en die heeft geregeld dat we dus waarschijnlijk morgen dat gaan doen. Hopefully is er sun. Maar guys, weten jullie hoe vroeg we worden opgehaald? 2:30 of 2 uur, tussen 2 en half 3 worden we opgehaald. Dus we zouden eigenlijk om 8 uur gaan eten bij Yuki. Dat is een lekker sushi tent. Dat heeft Nancy ook gevonden. Ziet er heel leuk uit. Maar we gaan dus nu al richting daar lopen. Het is nu 6:30 wat ik net al zei. Want ik wil wel vroeg gaan slapen. Want die girl needs her 8 hours sleep. Even serieus. Ik ben bang dat we anders echt moe gaan zijn. Maar wat je nog vergeten bent te zeggen is, 2:30 worden we dus opgaan. Dus 2,5 uur rijden. Ja, 2,5 uur rijden. Dan komen we daar dus aan. Ja. En dan gaan we op zo'n kleine boot met 3 personen of zo. Nou, ik was één ding waar ik heel bang voor ben, dat is water en haaien. Nou oké, haaien zijn er niet, hopefully. Maar water, ik vind dat doodseng. Maar moeders zijn, ga gewoon. Nancy zegt ook, ja, want ik ben bang. Ik ben sowieso heel bang, hè. Ja. Deze meid is al de hele dag aan het denken. Want ik zie een sign met tsunami. Evacuation route. Of noem je escape route. Escape route. Nou, nah, ik kreeg alweer helemaal de zenuwen ervan. Want tsunamis, water, ik vind dat echt doodseng. En Nancy gaat ook snorkelen. Ik neem wel mijn zwembikini en zo mee. Maar ik weet niet of ik ga snorkelen. Misschien vind ik dat eng. Weet je, als je het daar ziet, dan zie je het wel. Het wordt sowieso een hele vette ervaring. Ja, het wordt sowieso heel mooi. We hebben een film gezien van die dolfijnen met de sunrise. Het ziet er echt prachtig uit. En daarna gaan we naar een tempel. En gaan we, wat gingen we nog iets doen? Tempel? Hij zei nog iets. Nee, oh, waterfall, of dit niet? Nee, dat is als we daar open. Oh. Anyways, we gaan. We hebben morgen dus opeens een hele drukke dag. Dus super exciting. Heel veel zin in. Ik heb even een blazertje aangedaan, want ik merk dat ik een beetje koud krijg. Maar misschien omdat ik gewoon moe ben. En dan gaan we nu lekker naar Yuki Sushi. Zijn we ready? Yes, let's go. Let's go. Daar is onze villa. En kijk, hier is al het strand. Het is echt letterlijk 3 minuten lopen. En we lopen nu naar Yuki. Nancy heeft opgezocht, want we hebben geen simkaart gekocht. Dus we hebben geen internet nu. Maar ze heeft de weg. Ik denk dat we aan de andere kant moeten lopen. Ja. Oh nee, niet. Wel aan deze kant, denk ik. Weet het niet. Ik weet niet, wat is ook weer jouw beste zo? Want dan zie je het verkeer aankomen. We made it to Yuki. Alright, we hebben veel van ons eten al. Nancy heeft watermelon taco's. Dat is eigenlijk de enige fruit wat ik niet echt lekker vind, watermelon. Maar misschien neem ik wel 1 hapje, I don't know yet. We hebben een mooi uitzicht op het strand. Zo lekker. So happy right now. Kijk dit nou. Good morning guys, het is nu 2 uur 's nachts. We waren al volgens mij 1 uur wakker. We hebben even een acai bowl gehad van het hotel. Gaan we eventjes lekker eten. Ondertussen eet ik Flaming Hot Cheetos. That's a crazy girl. We gaan om 2 uur klaarmaken. En dan om 2:45, 3:15 worden we opgehaald. Om naar het noorden te rijden. Alright, het is inmiddels 2:45. De driver is er. Dit is mijn outfit. Of the day of the night. I don't know what to call it. De Alice's towel blouse. Heb ik ook de towel bikini in het pink. Towel pants. Ik zal alles even linken in de beschrijving. Ik heb mijn bikini aan, dus mocht ik willen snorkelen, kan ik gaan snorkelen. I don't think so, but I'm prepared. We moeten nu 2 uur rijden naar het noorden. En dan gaan we sunrise kijken with dolphins. Dus zie jullie zo. 5 uur en we zien de dolphin tour. Wel een dolphin steken. Ja. Het is nog steeds pikdonker. Oké, we zitten. Bootje. Hallo. Excuse me. Oh, en we gaan nu dolfins spotten. Ik hoop echt dat we ze zien. Fancy. Kijk guys, dolfins. Wauw. Wow. Oh my god, er zijn er heel veel. Wauw.
Wauwie. We zijn nu ongeveer een half uurtje aan het varen en we hebben zoveel dolfijnen gezien. Echt leuk, hè, Nen? Ja. Toch blij dat we het hebben gedaan. Ja, soms komen ze zo in één keer met een heel groepje zo. Ja. Heel leuk. Echt leuk. Toch we zijn blij? Net wel, we hebben wel dubbele gevoelens. We vinden het ook wel weer niet zielig, maar ik bedoel, dat er zoveel bootjes zijn en dan gaan ze achter die dolfijnen aanvaren. Dat vind ik wel heel zielig. Maar ook wel weer heel speciaal om te zien. Wauw, dolfijns. Kijk, ze varen de hele tijd, of ze varen. Zwemmen ze zwemmen de hele tijd naast ons. Wauw, zoveel. Wow. Oh. Really? More boats, more dolphins. Really? Oh, so they like it. Oh. Oh, we horen net dat ze het dus leuk vinden. Ja, dat wordt hier gezegd. Oh, kijk! Het is leuk als ze springen. Echt mooie beesten. Echt crazy dit. Deze meid zit me aan het overhalen om erin te gaan. Dus ik ga misschien toch wel erin. Lindsay! Yes! Oké. Kom aan! Die basket zit niet goed. Ja, heel erg. Ik moet dit bijten. Oké. Doe niet zo uit. Goed bijten en je lippen erover, ja. Kom! Dat is niet. Vertel ze even hoe goed ik in het water ging. Nee, jongens, echt heel goed. Want ze gingen er gewoon in. 1-2 minuutjes. Maar dan kan ze wel veel vissen zien. Maar weet je wat het gekke is? Toen ik vroeger klein was, heb ik gewoon wel gesnorkeld in Hawaii. En in Ibiza en zo ook gewoon allemaal. Maar opeens, hoe ouder ik word, hoe enger ik het vind. Ik vind het gewoon eng. Ja. Maar je hebt het gedaan. Ja. Dus dat is heel goed van jou. Ik weet niet waarom ik het zo eng vind ook. Maar nu komen er wel meer mensen. Het is wel beter. Het was wel heel mooi. We hebben ze. Dit is echt geen grap. Oh mijn god. We hebben een route genomen. Het is zo eng als een hele auto ging naar het slippen. Ik heb helemaal de zenuwen hier. Het is voor mij echt een heftige dag. Ik vind al deze dingen echt ziek eng. We zijn op het punt aangekomen dat we helemaal het zo koud hebben dat boven anything gaat. Look at our fish. Kijk deze met groen. Jij lijkt dus die erg is nog met sok gewoon. Gewoon een sok. Met deze straat. Ik heb niet eens ondergoed aan. Ik bedoel, ik heb niet eens bikini aan. Ik ben helemaal uitgetrokken. Door. Gaat niet goed. Anyways, we're at the temple. We zijn heel mooie plek. Ik dacht nog, zal ik joggingpak meenemen? Maar ik dacht, nee. Het is koud man hier. So peaceful here, guys. So pretty. Kijk guys, je kan van de vierde vulkaan zien. Zie je hem? Oh. Net een boom. Kijk, nu komt hij zichtbaar. Tadaa. Pretty. Het is inmiddels 11:45. We zijn denk ik een kwartiertje geleden aangekomen. We hebben even snel een andere bikini aangedaan. Ik heb nu de Trainal Scarf bikini aan van LA Sisters. En we hebben besloten om naar het strand te gaan. Het is een beetje zonnig. Dus we dachten, we gaan maar geen dutje doen en gelijk door. Dus eigenlijk hebben we niet geslapen. Ik heb lekker een boek mee en ik denk dat ik lekker ga lezen en lekker op slaap of alleen in het strand. Nancy is in de back, daar. Ben je ready? Ja. We gaan naar Beach Club De Laan. Dit is bij ons om de hoek. We gaan nu naar binnen. Oh, wel lekker. We liggen bij De Laan. We hebben gekozen voor helemaal voor aan het strand te zitten. We konden ook bij het zwembad, maar dat is heel dichtbij. We gaan gewoon even lopen. Nu kunnen we ook in de zee en het is lekker. Toch? We kijken even hoeveel mensen aan het surfen zijn.
Ik heb lekker een aperol spritz en Nancy heeft een mocktail passion fruit. Cheers! Cheers! Oh, cheers! Nog een keer. Ik ben lekker aan het lezen en we hebben lekker dit besteld. En onze coconuts komen ook nog lekker. Guys, het is inmiddels al laat. 5 uur. Ik denk dat Nancy en ik gewoon 2 uur hebben lopen slapen hier op het strand. Ach, ik word net wakker met hoofdpijn. Oh my god. We gaan nu richting de villa toe. Dat is wel super lekker. Dit is trouwens de view. We komen terug van het strand een uurtje geleden. We hebben alle 2 eventjes gedoucht. Lekker fresh face. Ik heb lekker een fluffy pak aan van LA Sisters. En we gaan nu eventjes ons haar laten feunen. Of nou ja, ik. Nancy heeft het al gewassen. Ik moet het wassen. Even snel laten feunen. En dan gaan we gewoon ergens in de buurt wat eten. Echt in onze straat zijn alleen maar restaurantjes. We verblijven trouwens in Canggu. Dus dat gaan we vanavond doen. Ik ben trouwens wel heel erg moe nu al. Het is nu 6:45. Dus ik denk dat we vanavond niet zo laat gaan maken. We hebben ook echt maar 4 uur geslapen. En we zijn al echt sinds 1 uur in de nacht wakker. En het is nu de volgende dag. So that's crazy. Alright, let's go. De ene spa waar we wilden gaan, die is helaas dicht. Dus we hebben een ander gevonden. Dus ik ga hier even een treatment doen. En daarna blow dry. En daarna gaan we eten. Want ik begin nu eindelijk trek te krijgen. En Nancy, ik zeg tegen Nancy, neem ook lekker nog een voetmassage. Ze zegt, ik heb vanmiddag al gedaan op het strand. Ik zeg, nog eentje. Ja, zoveel. Ja, lekker. Ja, ze gaat toch een voetmassage nemen. Een voetmassage, lekker 30 minuten. Doe dan, meidje. Ja. Kan ik even een voetmassage voor 30 minuten? Ja, dat is wel lekker. Oké, we zijn net klaar bij de kapper. We zitten voor het eerst op een scootertje. Want we willen naar Wauwelopal. Dat is dus een lekkere Indo. En die is zo'n 4 minuten rijden. Dus ik zit voor het eerst op zo'n ding. Met z'n drieën. Ja. Ik ga zo stuk. Oh my god. We moeten ook terugweg ook, hè? Ja, sowieso. Nou, gelukkig maar 4 minuten. Anders was het een kwartier lopen. Ik heb mijn bord al, ik zit al lekker. Nancy is nog daar. Ik ben benieuwd of deze lekker is. Nou guys, het bord is gekanteld. Ik heb alleen nog een beetje rijst over. De rest helemaal op. Ik zit nu echt propvol. Oh my god. Nancy is ook bijna klaar. Good morning, our breakfast arrived. Nancy en ik hebben beide helemaal hetzelfde. We hebben French toast. We hebben, hoe heet dit? Cappuccino, ik ben echt net wakker. En we hebben lekker een shaky. Nou, eet smakelijk. We zijn net klaargemaakt. We gaan naar Finn's Beach Club today. We gaan echt een hele dag, want het is heel zonnig vandaag. For the first time. Geen bewolking. Dus we hebben lekker beide geen make-up op. Fresh faces. Ik heb lekker een hoedje op, want anders ga ik misschien mijn gezicht verbranden. En ik heb er heel veel zin in. Ik doe nog eventjes lekker mijn smoothie op van de ochtend. En we wachten nu op onze driver dat hij nu op komt halen. Hoe laat is het? Volgens mij is het nu 10 uur. Het is nog redelijk vroeg. Ja, 10 uur. En ik denk echt dat we een hele dag daar gaan liggen. We hebben een bedje gereserveerd al aan het strand. Dus ik ben excited. Finn's Beach Club. We arrived. We hebben lekker een groot bedje met z'n tweeën. Ben je ready, Dem? Lekker hele dag genieten. Zo, we zijn lekker gesetteld. Onze plek is echt top, guys. Ik heb trouwens de LA Sister Scarf bikini weer aan. Ik had hem gisteren in een beige, vandaag in een chocolate. Deze blijft zo lekker zitten. Dus goede bikini om lekker te tannen today. En ik heb alweer trek, Nan. So, let's order some food. Nancy heeft trouwens de rhinestone anklet om. Hoe leuk is die? Pretty. En ik heb trouwens de smiley rhinestone bracelet al de hele week om. Deze is heel leuk. We hebben hem met een witte smiley, een roze smiley en een groene. Ik zal deze link in de beschrijving voor jullie. Nou, eerste maaltijd. Het is nu 10:55. We hebben beide een lekkere juice. En we hebben nachos. Eet smakelijk. En kijk onze view. We zitten echt op. Nou, het is inmiddels 2 uur. Ik heb een aperol spritz. En Nancy heeft een ginger ale. Cheers! We gaan denk ik nu lekker sushi bestellen. En
Heel leuk, dit was een Nederlands stijl. En die ligt een beetje naast ons. Die heeft mee praten. Hele lieve mensen. Die komen dus al jaren in Bali. Maar echt leuk om even met vrienden te praten. Ja, ik hou ervan. Dat is altijd wel leuk. We hebben lekker lunchje besteld. Eet smakelijk, man. Eet smakelijk. Finally we can see a sunset. Kijk hoe mooi die sunset is. Wauw. En dit is trouwens de vibe achter ons. Good morning, het is vandaag alweer maandag. We hebben weer onze breakfast. Nancy is weer gegaan voor de French toast. En ik heb deze keer eggs en something else. Koffietje erbij. En we gaan lekker genieten van het ontbijt. Eet smakelijk. Het is 9 uur en we hebben besloten om naar een massage te gaan. Dus we gaan even in onze comfy clothes richting de massage lopen. Een hele mooie spring spa. En daarna gaan we waarschijnlijk naar de waterfalls. Of naar een beachclub. Maar ik denk naar de waterfalls. Dat was wat we hebben besloten. Let's enjoy this day. It's a beautiful day again. We lopen nu naar de massage. Dus denk 5 minuten lopen. En dit is dus in Canggu, in deze straat. En ze zijn overal aan het bouwen hier. Er komen dus zoveel nieuwe dingen. Vroeger was, toen ik hier kwam, was Seminyak en Kuta populair. En nu is echt Canggu populair. Dus ik ben blij dat we in Canggu zitten. Dit is de Spring Spa. Daar gaan we nu heen. Ze hebben gelukkig plek. Ze zeiden eerst dat ze geen plek hadden. Maar er is opeens plek gekomen. Dus we gaan lekker een full body massage doen. En kijk hoe mooi dit er hier uitziet. Het is toch amazing. Het is zo mooi hier, guys. We hebben ons juist klaargemaakt. Daar is Nan. This is me. Die massage was echt heerlijk. En we hebben uitgekeken hoeveel het kostte. Het was 17,50 pp, toch Nan? Ja. En het was echt een lekkere massage. Full body hadden we gedaan, een Balinese massage. We gaan nu naar watervallen. Onze driver is net aangekomen. Dit is de outfit of today. De Alice is dus fine ripped two-piece. Ik zal dus even jullie link in de beschrijving. Ik ga even kijken waar mijn slippers zijn. Oh, hier zijn ze. Even aandoen. Celine slippers erbij. En dan doe ik gewoon mijn denim tas. Vandaar zit alles in. En die is lekker groot. Alright, de tas. Ik heb trouwens een jurkje gekocht bij een tentje hier aan de overkant. Het is wel heel cute. Een lange, zwarte, gehaakte jurk. Toch leuk voor als we een avond uit eten gaan. Gekocht en ja, we gaan nu aangekomen bij ramen. We gaan nu eventjes ramen eten. Ziet er leuk uit. Oké, en hij wil tegen normal coke. Of zo without ice. Oh ja, als maybe a slice of lemon with the coke. Thank you. Dit is mijn naam en dit is die van Nan. Eet smakelijk. Lekker dit. Mijn neus gaat wel lopen. Mijn hoofd is zo warm. De sambal is ook spicy. We zijn volgens mij bijna bij de Canto Lampo waterval. Oh, kijk een hoentje. Ik vind het trouwens wel moeilijk om al die zwerfhonden te zien. Ik vind het zo zielig. Kijk, we zijn aangekomen bij de Canto Lampo waterval. We lopen nu de trappen af. Oh mijn god. Ik zie een spin en ik word gewoon, overal krijg ik kriebels. Wacht, waar is hij? Hij is hier. Ja, maar je ziet hem niet op de... Oh jawel, kijk. Die is zo groot als mijn hoofd. Ik ga helemaal slecht. Gadverdamme.
We zijn nu in Ubud. We gaan naar de rijstvelden kijken. Ik heb gewoon helemaal vergeten om de waterval te filmen, doordat ik die spin zag. Ik heb wel gefilmd op mijn iPhone, dus ik ga dat straks jullie even laten zien. Het was trouwens wel heel mooi. Maar je girl was een beetje distracted door de grote spin. We zijn bij de Sawa's. Zo mooi. Nancy, je fit helemaal hier erin. Blending in. Ja. Zo mooi. Oh, dat vind ik echt mooi. We gaan lekker een coconut drinken met een mooi uitzicht. Gastelijk, ik ben bij die coconut hier. Ze vroegen of ik zeg maar mijn drie keer zo dat waterflesje kon gooien. En ik heb het twee keer achter elkaar goed gegooid. En nu krijg ik gratis coconut. Thank you. You should tell me that you're good at it first. Yes. I've never done it, so I guess I'm lucky one time. We hebben onze coconut. Oh, deze is lekker. We zitten inmiddels alweer, denk ik, anderhalf uur in de auto. We zijn nu bijna aangekomen bij Jim Rang. Dat is volgens mij een lang strand waar je heel veel visrestaurantjes hebt. Ik ben hier vroeger naartoe geweest. Dus ik ben benieuwd how it is right now. Kijk hoe mooi. En we gaan dus dinner hebben op het strand. En dan gaan we de sunset kijken. Yeah. Kijk hoe pretty. Laura. Dan gaan we verse vis eten. Dat is toch amazing. Wauwie. Oké, we zitten. Love it. Ik maak even een video voor jullie. Dit is dus binnen. Hallo. Amber kon ik net niet vinden, maar het is dus hier. Het zijn krapjes, visjes. Kijken. Deze gaan we lekker nemen, die garnalen. Dit is ook een grote garnaal. We gaan deze nemen. Een nou guys, Nancy heeft even de vlog overgenomen net. Dus jullie hoorden haar stem. Ik ging maar niet naar binnen die vissen kijken. Nancy ging het doen. Ja, ik heb besteld. Ik heb garnalen besteld. White snapper, kleintje en een lobster. Nou, we hebben ons eten gekregen. Lekker. Eruit. We hebben heerlijk gegeten. Oh, heel veel licht achter. En ik zei net tegen Nancy, dit is voor mij het lekkerste wat ik tot nu toe heb gegeten. Dit is echt gewoon, ik weet niet, ik vond het zo lekker vers. Die garlic en die chili was zo lekker op die vis. We hebben echt alles gekanteld, alles op. Het was heerlijk. Onze drijver heeft ook lekker meegegeten. Hij is nu volgens mij de auto halen. Dat is echt heerlijk. En we vroegen aan hem, wat is je lievelingsvis? En we hadden ook lobster. En toen vroegen we, ik weet niet meer hoe we erop kwamen, maar ik zei zo van, hij zegt, ja, dat is voor ons heel erg duur. En toen hadden we hadden twee lobsters, dus we gaven hem die lobster. En toen leek het net even bijna niet huilen. Zo lief, toch? Ja. Ja, hij is echt, we hebben echt zo'n lieve driver, hij is echt niet normaal. Ja, hij is niet normaal. Echt niet normaal lief, ja. Beautiful.
Hi girls, dit is inmiddels de volgende dag en gisteren heb ik de hele vlog geëdit. Ik heb gezien dat ik al echt super veel heb gevlogd. Dus voordat ik deze vlog ga afsluiten, wil ik jullie nog echt iets belangrijks vertellen. As many of you guys know, weten jullie dat het aankomende vrijdag weer Black Friday is. En Alice's doet ook mee dit jaar. We hebben maar liefst 25% korting op de gehele collectie. De kortingscode is Black Friday 2022. Ik zal het ook even linken in de beschrijving. Dit wil je echt niet missen. Letterlijk de laatste keer dat wij zo'n hoge korting hadden is vorig jaar Black Friday. So, if I was you, I would head over to the site and shop. Anyways, de korting geldt op de gehele collectie. Dus overal krijg je 25% korting op. By the way, terugsturen is gewoon mogelijk. Behalve items in de sale. Dat is dus een kopje met sale wat staat op de website. En sieraden. Maar het staat duidelijk aangegeven als je een item niet kan terugsturen. Dus let daar gewoon goed op. Ruilen is trouwens niet mogelijk. Voor de mensen die vaker bij ons hebben besteld. Weten dat je bij ons niet kan ruilen. Maar alleen het item kan terugsturen voor geld terug. En dan moet je zelf een nieuw item bestellen. Anyways guys, de meiden die zich hebben aangemeld voor de early access voor Black Friday. Die kunnen woensdag al beginnen met shoppen. Heb je niet aangemeld, dan gaat donderdagnacht de kortingscode van start. Dus als ik jullie wel, zou ik zo snel mogelijk naar de site gaan. Dan ben je er in ieder geval vroeg bij. Anyways guys, ik wens jullie veel plezier met shoppen. En laat ook even weten in de comments als jullie wat hebben besteld. Ik ben er altijd super benieuwd naar. En I love you guys. En dan zie ik jullie bij de volgende Bali vlog. Bye! You should move to LA with your best friend.